Hoe ziet jouw ideale date eruit? Als eerste date denk ik iets waar je aan de ene kant iets te doen hebt en aan de andere kant de tijd hebt om lekker te kletsen. Minigolven, boerengolven, voetgolven. Ik denk iets met golven, iets met daar zit ik een beetje bij. De zee, bijvoorbeeld strandwandeling, zwemmen, paragliden. Nee, wacht. Welkom bij Money Matties, de show waarin ik tegen mijn Matties strijd voor money. En vandaag valt er €5.000 te verdienen voor de grootste Casanova van ons allemaal. Let's go! Hey, hoe erin? Ja, ik kan het alleen binnen. Wow. Ja, daar. Oh, dit! Blijf van de lul af. Quinten, vertel even waarom jij de terechte winnaar moet zijn vandaag. Ja, wat vind ik goed aan mezelf? Ik ben wel, denk Duur ik, lang. Een... Paul! Hi, ik ga heel erg mijn best doen en ik hoop dat ik het win. Ik ben gewoon een heel lief jongen. Straks komt er een chickie, of een vrouw, of een man, of een beer, weet ik veel wat. Komt aan de andere kant van dit doek zitten, wij hebben geen idee wie het is. Die persoon mag ons vragen stellen, wij antwoorden zo leuk mogelijk om die persoon in te palmen. En degene die als laatste overblijft, wint de date. Huh? Wat? Ik krijg een bonus. We zijn er alle vier. Dus ik zou zeggen, brand los. Oké. Okay. Nummer 1. Heb jij een levensmotto? En wat is jouw levensmotto? Dit vind ik wel een pittige. Altijd proberen het meest uit het leven te halen. Ja! Oké. Zijn echte motto is gewoon always scheming. Scheming Quinten. Hij probeert altijd te schemen. Oké, nummer 2. Als je een dier was, wat zou je dan zijn? Ik zou een kolibri zijn. En waarom? Je wordt wakker, je hebt een lekker ochtendkakje gezet. Kijk je wat? Naar buiten. Een ochtendkakje. Dan kijk je naar buiten, kijk je in de tuin, zie je daar op de tak van een boom een eekhoorn. En die eekhoorn kijkt naar een kolibri en die kolibri is toch helemaal top. Jezus. Wauw. Heb jij ooit een kolibri gezien? Geen. Wauw. Okay. Nou ja, ik neem je mee in het verhaal. Ja, dankjewel. I love it. Nummer 3. Ja. Als je een jaar lang maar contact mocht hebben met één persoon, wie zou dat dan zijn? Dat zou, ik denk, jou zijn. Ik zou dat zijn. Ja. En waarom? Nou, als het allemaal goed uitpakt, dan vinden we elkaar heel leuk. Nummer 4. Ja. Wat zou je doen als je nog maar één dag te leven had? Die laatste dag fantastisch proberen te maken. Maar geen idee op wat voor manier. Ik denk lekker uit eten gaan en naar het strand gaan. En net iets te veel dingen in één dag proberen te proppen. Maar dan wel echt een hele fantastisch mooie dag te hebben. Oké. Okay. Jezus, wat een textbook antwoord. Ja, ik ben net echt zo kut. Oh ja? Ja? Ik vind het echt kut. Ik zou heel verdrietig thuis zijn. Maar werd dat aan jou gevraagd? Nee, niemand heeft jou wat gevraagd. Nee. Hij bekt dan ook. Nou, ik vind nummer 2 vond ik een beetje deprimerend. Oeh. Maar een kolibri verhaal. Heb je het naar je zin? Vind je het leuk? Ja, ik vind het leuk. Nou, wat goed. Nou ja, dit is dus wat je mist in je leven. Zo. Welke gebeurtenis heeft in jouw leven de grootste impact gehad? De gebeurtenis in mijn leven die de grootste impact heeft gehad is het eerste jaar van mijn studie tandheelkunde behalen en erachter komen dat het me toch geen voldoening ging brengen. En dan ineens mijn hele leven om moeten gooien om uit te zoeken van wat wil ik de komende 60 jaar met mijn leven doen. En die zoektocht heeft mij gemaakt tot wie ik nu ben. Ja. Waar mag ik jou 's nachts voor wakker maken? Je mag me dus 's nachts, het is wel heel grappig. Ik weet niet of jij het lekker vindt, maar ik vind haring dus heel erg lekker. Oh my god. Dankjewel. Alsjeblieft. Nummer 4. Hoe ziet jouw ideale date eruit? Als eerste date denk ik iets waar je aan de ene kant iets te doen hebt en aan de andere kant de tijd hebt om lekker te kletsen. Minigolven, boerengolven, voetgolven. Ik denk iets met golven, daar zit ik een beetje bij. De zee, bijvoorbeeld strandwandeling, zwemmen, paragliden. Nee, wacht. Ik kies nummer 3. Nee. Voor de haring, midden in de nacht. Het is een heel lekker visie, heel erg gezond. En het is jammer dat je die mist. Hi. Hi. Paul. Kimberly. Oké, jammer Kim. Ja. Ja, nou ja. Volgende keer beter misschien. Is het jullie al opgevallen dat deze persoon ineens heel anders is dan bij de andere opname? Ja.
Ik heb wel een soort van, hoe noem je dat? Karakter switch even. Voor me. Ik heb met mezelf gekeken, kritisch gekeken, wat ging er fout in een andere aflevering? Ik heb een lekkere blonde ams. Zij lag hier! Ja. Onderstaat gok niet. C. Hockey. Ik ben hier nu gewoon om plezier te maken. Gewoon lekker relaxed. Nummer 1. Wat is de laatste leugen? Of de laatste keer dat je gelogen hebt? En wat was de leugen? 2 seconden geleden. Ik heb ook gevoel. Jezus, Jan. Hoe is het aan jou? Nou, ik ga gewoon hier nu toegeven dat ik een ziek slecht geheugen heb. Nee, ik onthoud... Je onthoudt al je leugens niet? Ik onthoud helemaal niks. Nummer 4. Waar heb je spijt van en waarom? Dat ik jou nog niet eerder heb ontmoet, denk ik. Op een of andere manier zijn onze paden nog niet gekruist. Dankjewel. Ik moet nu een keuze gaan maken. En ga ik dan voor iemand die misschien lichte trekjes van Korsakoff heeft en niks meer kan onthouden? Of iemand die misschien wel heel erg sleazy is en ik ga dan toch voor sleazy, denk ik. Kaki! Yeah. Liefdeskoppels, Jart heeft de allereerste punt binnen en gaat op date met Kimberly. Hallo. Hi Kimberly. Aangenaam. Wij gaan op date. Oeh, huppelen. Leuk. Ja, loop vooral. Maar is dit een uitgang? Oh, dit is heel onhandig. Nee, dat knipperden we uit. Hallo, daar aan de overkant. Hallo, persoon nummer 2. Ja. Beschrijf jouw meest vreemde of rare gewoonte waar je eigenlijk voor schaamt en wat niemand weet. Ah, dit is een moeilijke. Dit vind ik best wel awkward om te onthullen, dankjewel voor de vraag. Kijk ik van die vrouwenfilms, romantische comedy shit? Ja, niks om je voor te schamen. Easy A, Friends with Benefits. Zeg dat goede films. Ja, kan er gewoon zeggen. Ja, ik zeg toch niet dat het slechte films zijn, ik zeg alleen dat ik me er een beetje voor schaam. Oké, persoon nummer 1. Beschrijf je ideale of perfecte vriendin? Een ideale vrouw die weet waar ze voor staat, wat ze wil, waar ze gelukkig van wordt, heeft passie, heeft durf, is zorgzaam, heeft af en toe een knipoogje nodig voor de juiste bedoelingen en heeft humor. Persoon nummer 4. Wat is de laatste keer dat je hebt gelogen en wat was je leugen? Ja, ik lieg elke dag wel eigenlijk. Ik lieg zo vaak mogelijk, alleen dan wel om dingen die niet heel belangrijk zijn en waar je eigenlijk niemand mee schaadt, maar gewoon puur zodat ik er lol van mee heb. Dus bijvoorbeeld dat ik heel erg van haring hou, dat heb ik laatst gezegd. Dat is niet waar, dat is gewoon een leugentje. Een soort leuke lifehack, maar zonder mensen ermee te schaden, dat vind ik belangrijk. Ik wil niemand ermee schaden. En echt hard liegen, dat doe ik al jaren niet meer, niet tegen mijn ouders, tegen niemand niet. Ik ben een man van de waarheid. Oké, en persoon nummer 3, waar mag ik jou 's nachts wakker voor maken? Jij mag me 's nachts wakker maken voor een romantische comedy die we dan samen kunnen kijken. Want in tegenstelling tot persoon 1 en 2, vind ik dat echt hartstikke leuk. Ik durf dat ook gewoon hardop te zeggen. Dat is totaal niet iets waar ik me voor schaam. Oké, madame, welk nummertje vond je niet boeiend? Nummer 4. Ja, omdat ik lieg. Ja. Ah, vuile leugenaar. Het was allemaal een leugen. Ja, maar dat is dus het hele probleem. Godverdomme, waarom ben ik hier zo slecht in? Doe rustig, Paul. Rustig, maat. Rustig, maat. Brand los, schattenbout. 1. Wat zou je doen als je nog maar 1 dag te leven had? Ik zou daar echt wel gewoon dan met mijn partner, zou ik helemaal rommel de bommel alles proberen wat er ook maar te vinden was. Elke pornofilm kijken die ik kan vinden. En dan dat gaan proberen. Maakt me niet uit hoe raar het is. Geen saaie dag dus. Nummer 2. Ja, Livon. Heb je een levensmotto en wat is jouw levensmotto? Mijn levensmotto is gewoon heel cringy. YOLO. You only live once. En gewoon het meeste van het leven maken. Bij Kimberly werkt dit nu ook niet en dan geef je exact hetzelfde. Jongens, waarom mag ik niet gewoon een oprecht antwoord geven? Wij zeggen ook niks. We lachen je alleen uit. Ja, jullie lachen alleen uit. Ja. Je mag alles. Oké, nou de laatste. Zo'n 3 was dat. Ja. Waar ben je het meest bang voor? Ik denk dat ik het meest bang ben voor te vroeg doodgaan en niet alles uit het leven gehaald hebben. Daarom probeer ik iedere dag te leven alsof het mijn laatste is. Hoe is dit anders van mijn antwoord? Nou, jij zat me net helemaal kapot te maken hiervoor, hè? Nou, heb je alles wat je wil weten om een keuze te kunnen maken op wie je nu nog naar huis stuurt? Nummer 2. Ik mag naar huis? Ja. Oh, ik kan ook niet meer winnen. YOLO, maat. Zo jammer.
twee hele knappe jongens nog over. Nummer 1. Ben je een familiemens? Ik ben een onwijs familiemens. Ik zou op de laatste dag van mijn leven zou ik langs al mijn familie gaan. En ze allemaal kapot neuken. Dat zeg jij, hè? Dit is Kelvin. Ik zou mezelf wel als middelmatig familiemens omschrijven. Maar ik vind vrienden ook heel belangrijk. Want vrienden kun je kiezen en familie krijg je. Oké. Okay. Wauw, man, dat heb je toch goed gemaakt. Behalve deze drie teringleiers. Nummer 2, waar heb je spijt van en waarom? Nummer 3. Poeh, waar ik spijt van heb? Nou ja, ik heb een beetje onaardige dingen gezegd tegen mijn vrienden net. En ik daar heb ik wel een beetje spijt van. Dan mag je een keuze maken. Met wie ga jij op date? Met nummer 1 of met nummer 3? Ja, toch spannend. Ik denk dan toch nummer 1. Hey! Ja, leuke! 3, 2, 1. Boom! Zo'n mooie vent. Prachtig, ja, kerel. Nou ja, hoi. Schattebout aan de andere kant van het doek. Hoe is het leven? Goed. Nice. Ik zou zeggen, stel een lekkere vraag aan een nummer na keuze. Oké. Nou, nummer... 7. Kies maar 4. 1. Ja. Wat is je favoriete vakantiebestemming? Texel. Ik weet niet of je het kent, maar... Chernobyl. Hey, Borkodosnam, je hebt een kondramadosnam. Jezus Christus. Ja, dat vond ik heel vet. En als je van adventure houdt en dat een keer wil proberen, is echt fucking vet. Kunnen we naartoe. Nummertje 3. Waar mag ik jou 's nachts voor wakker maken? Haring. Ik ben persoonlijk, ik hou gewoon best wel veel van... ja. Zal ik maar gewoon antwoord geven? Als jij... Oké. Okay. Ik hou best wel gewoon van, als ik iemand echt leuk vind en verliefd op iemand ben, dan hou ik echt wel van een goede vrijpartij. Zomaar gewoon leuk. Ik denk het meest voor de hand liggende antwoord wat je kan geven. Nummer 2. Hoi. Welke kleur past bij jou? Rood. Rood past het beste bij mij, want rood is vrolijk, rood is assertief, actief en mooie kleur. En politiek. Hoe noem je dat? Communistisch, ben ik uiteraard. Ja, communistisch, maar ook gewoon politiek correct. Vandaag is rood politiek correct. Ja, alles wat je zei was zo correct. De kleur van jou is dat maar rood. Rood. Vrolijk, assertief. Vandaag maar is, dat rood. Is rood. Nou, mevrouw aan de andere kant. Je mag iemand kiezen die jij liever niet meer wil zien op date. Nummer 1. Chernobyl was echt een Chernobyl. What the fuck is er mis met deze vrouwen? Even serieus. Met je maten ga je naar Chernobyl, oké? Okay? Niet met een leuke date. Met ons ga je naar Chernobyl. Je hebt de hele tijd gewoon weggestuurd. De hele tijd gewoon echt. Ik zeg de... Nou, ik vind het jammer. Ja, ik vind het heel jammer. Ja, wat is je naam? Lizzie. Lizzie. Jammer. Lizzie. Mijn naam is Paul. Je mag weer de 3 overgeblevenen wat vragen stellen. Nummer 3. Hoe ziet jouw ideale date eruit? Een ideale date. Als we nou weer gaan praten over neuken, word ik helemaal gek. Wat ik heel leuk zou vinden, is een escape room doen als eerste date. En dat komt omdat je dan niet in je comfortzone zit, maar dan moet je met z'n tweeën iets oplossen. En dan moet je gefocust zijn, dan leer je meteen of iemand stressbestendig is. Maar dan kan je ook gaan inparkeren in een drukke straat. Hoef je hier per se voor naar de escape room te gaan. Daarna zou ik graag lekker uit eten gaan, lekker sushi eten. Lekker tempura, gewoon lekker ebi-roll. Ja, en dan kom ik thuis, dan schat ik de situatie in en op basis daarvan ga ik bepalen of ik ga neuken. Of jij gaat neuken ook gewoon. Nummer 4. Welke gebeurtenis heeft in jouw leven de grootste impact gehad? Kijk, ik vond het net nogal heftig om gewoon heel hard afgewezen te worden door Divon. Dus ik vind het nogal een grote gebeurtenis dat ik nu merk dat ik nog gewoon een goede connectie met jou hier heb. Okay. Ja, ik vind dat wel een groot moment. Ja, maar het is echt zo. Elke keer opnieuw een nieuw persoon ontmoeten vind ik fucking vet. Misschien moet je in een callcenter gaan werken. Dan kan je iedere dag met nieuwe mensen praten. Echt per minuut, jongen. Duizenden. Bang, 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 bang. Hallo, goeiedag. Oh, wat vet, joh. Oh, wat leuk. Kies een nummertje die je liever niet meer terug wil zien. 3. Godverdomme. Zo. Godverdomme. Ik lust geen sushi. What? Even goede vrienden. Ja, toch? Nice. Okay. Eén van deze twee kan in deze ronde winnen. We weten allemaal wie dat is. Ik wijs nu even aan zo. Als jij wordt gekozen, dan heb je deze aflevering gewonnen.
Als de ander wordt gekozen, dan komt er nog een final battle, een final round, een allesbeslissende ronde. Lizzie, ja? Stel een vraagje aan nummer 4 of nummer 2. Oké, nummer 4. Als je 1 jaar lang maar contact mag hebben met 1 persoon, wie zou dat zijn? Mijn moeder, 100%. Ja, dat is een heel saai antwoord. Ja, mijn moeder heeft me op de aarde gezet en ik verdien dat wel een beetje dat... Is dat dan om te compenseren dat je nu weinig contact met haar hebt? Misschien wel een beetje. Oké. Ja? Dat was hem, Lizzie. Oké, vraag aan de ander. Wat is je levensmotto? Mijn levensmotto is... ik heb niet per se één zinnetje of zo, maar alles wat met enigszins pluk de dag, carpe diem, probeer alles eruit te halen, bla bla bla, alle clichés, sluit ik me volledig bij aan. Nummer 2 moet weg. Zo, ook niet ik moet blijven, nummer 2 moet weg. Ah! Dit is volgens mij... Ja, dit gaat helemaal niet om mij, hè? Hallo. Jart, aangenaam. 3, 2, 1. Ik ben kleiner! Hey Lizzie, hoi. Jij bent de enige vrouw die van mij heeft gekozen vandaag. Ik hou van je. Hou elkaar even lekker stevig vast. En ga erop uit. Ja! Het staat gelijk. Ik heb een punt, Quint heeft een punt, Jart heeft een punt. Dat betekent dat we een final round gaan doen. En dan mogen jullie aan het eind overleggen wie jullie van ons de leukste vinden. Hey dames, hi. Mijn naam is Kelvin. Ik ben gewoon best wel een relaxte vent volgens mij. Ik vind eigenlijk alles wel oké. Ik werk hard. Ik heb passie. Ik vind een relatie belangrijk. Maar ik vind ook de dingen daaromheen belangrijk. En ja, zoals jullie weten, ik hou ook wel gewoon van een goede vrijpartij. Dat weten jullie inmiddels allemaal. En dat moet je niet vergeten, hè. Als je langer bij elkaar bent, is dat nog steeds belangrijk. Dus ik zou vooral zeggen, kies voor mij als je avontuur wil. Oké, lieve Kimberly, Lizzie, Yvonne, toch? Ja. Ik heb net heel hard zitten nadenken toen ik daar achter de deur stond over wat ik kon gaan verzinnen, wat allemaal super grappig en hilarisch zou zijn. Maar dat ga ik niet doen. Ik ga niet iets heel geks doen. Ik ga jullie gewoon vragen om een eerlijke, goede keuze te maken. Ik heb net heel veel grappen gemaakt, de anderen hebben heel veel grappen gemaakt. Maar ik denk dat jullie wel weten wie de beste date zou zijn. Dus ik vertrouw jullie op jullie eigen instinct. Nou, hallo dames. Kimberly en Lizzie. En jij had mij niet gekozen. En daar wil ik me nog even voor verontschuldigen dat ik gemene dingen tegen jou heb gezegd. Want ik ben wel iemand die nogal emotioneel bevlogen is. En ik voelde me gewoon een beetje afgewezen. Maar ja, we hebben hier nu een wedstrijd met z'n allen gedaan. Om te kijken met wie jullie op date zouden willen. En we hebben te maken gehad met 3 mensen die heel erg grappig proberen te zijn. Maar ik vind persoonlijk het allerbelangrijkste op een eerste date dat je gewoon elkaar beter leert kennen. En het allerbelangrijkste in de liefde vind ik oprechtheid. Dus Tijd. Ik wou gewoon oprechtheid laten zien. Ik hoop fijn, het is alleen maar seks. Ja. Alleen maar seks? Dus ja. Ja. Sommigen wisten dus alle 3 onze namen nog. Maar ja. Die luisteren is natuurlijk wel een goed verhaal. En nummer 2 was ook niet zo moeilijk. Je dacht gewoon, belangrijk. Ja. Ja, ik zeg 2 of 3. Jongens, kom maar binnen! Het moment supreme. Degene die uit is gekozen door de dames, die heeft ook deze aflevering gewonnen, want ze stonden allemaal gelijk in punten. Kelvin, wil jij een stap naar voren doen? Kelvin, jij bent helaas uitgeschakeld. Quinten, jij mag naar voren stappen. Nu sta ik hier ook zien. Wat hebben jullie gekozen? Degene die voor staat. Die heeft gewonnen! Ja! Quinten! Je mag een knuffel. 5000 piekies voor Quinten Pol staat officieel voor in de serie van Money Matties. Like en abonneer. Tot volgende week. What's good? Quinten heeft deze aflevering gewonnen en dat betekent dat hij de €5000 mag gaan beschermen. Degene die als eerste 4 afleveringen wint, mag de €5000 mee naar huis nemen. Tot volgende week!